Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij Theater aan de Parade Deelt, het virtuele programma van Theater aan de Parade. Vanavond presenteren we u Sherry Sluiter, bekend uit de prachtige musical, de Brugklas musical. Een aanstormend talent, won ook bij de Musical Awards de prijs voor het meest aanstormende talent. Hij zingt vanavond voor u twee liederen. Namens alle medewerkers van Theater aan de Parade wens ik u een heel fijne voorstelling en veel plezier met Sherry. Dank u wel. Waar zijn we begonnen, Bas? We zijn begonnen. Yes, oké. Okay. Hoi. Hoi. Ja, hoi. Daar zijn we. Hoi. Mijn naam is Sherry Sluiter en ik ben benaderd door het Theater aan de Parade om wat theater naar jullie toe te brengen door middel van social media. En hier zit ik dan in een leeg theater, wat een beetje gek is. Zoals jullie horen is het heel stil. Ik heb zelf in Brugklas de musical gespeeld afgelopen theaterseizoen en dat is ineens gestopt. En ja, je bent vooral heel erg gewend dat al je collega's in het theater zijn, dat er natuurlijk mensen in het publiek zitten. En ja, dat is nu niet. En ik ben heel blij dat ik iets kan doen. Maar toch is het gewoon een gek gevoel om zo in een theater te zitten. Ik ben toch blij, wat ik al zei, dat ik iets voor jullie kan doen. Ik ga namelijk twee nummers zingen. Eentje uit Brugklas de musical, waarin ik afgelopen seizoen in heb gespeeld. En iets uit Brothers, Gebroeders, wat geschreven is door Arnoud Breitbart. Daar heb ik een nummer uitgezongen in een MLAB pitch. En daar zal ik jullie later nog iets over vertellen. Ik zal even uitleggen ook wie ik ben. Dat is misschien ook leuk. Ik ben Sherry, wat ik al zei. Ik ben in 2019 afgestudeerd op Fonds Hogeschool voor de Kunsten richting muziektheater. Daarvoor heb ik in Oorlogswinter Musical gespeeld en in To Be or Not To Be, het toneelstuk van het Zuidelijk Toneel. En afgelopen seizoen dan een Brugklas musical, waarvoor ik een nominatie heb gekregen voor Aanstormend Talent, waar ik heel blij mee was. Dat is wat ik wilde zeggen. Zal ik nog iets zeggen? Zal ik nog iets zeggen, Bas? Het is toch een beetje ongemakkelijk zo, hè? Zo tegen een camera te praten. Ik ben het niet gewend. Ja, wat doet de coronacrisis met mij? Ja, ik ben vooral iemand die heel slecht kan stilzitten. Dus ik ben heel blij dat ik nu iets kan doen. Ik vind het heel goed dat we met z'n allen heel goed thuis blijven. Laten we dat vooral ook voorlopig even doen. Misschien kan ik dat nog een beetje overbrengen op mensen via dit. Laten we goed voor elkaar zorgen. En laten we ook gewoon nog zo op deze manier een beetje theater blijven maken. Want daar worden mensen denk ik wel vrolijk van. Nu ga ik een lied zingen uit Brothers, Gebroeders in het Nederlands. En dat is geschreven door Arnoud Breitbart. Dit lied heb ik mogen zingen tijdens een pitch van het MLAB. Ergens in december was dat. Ik vind het een heel mooi nummer en ik mag het zingen van Arnoud, dus daar ben ik heel blij mee. En het lied gaat over Luc. Luc die heeft een andere broer, Marius, die is overleden. En hij vindt het dagboek van Marius. En dan in de voorstelling zie je flashbacks hoe goed de twee broers met elkaar op konden schieten. En ook dat Marius een geheim te weten komt van Luc, het personage dat dadelijk gaat zingen. En daar pest Marius zijn broertje Luc de hele tijd mee. En dan zie je in de voorstelling dat Luc zich afzondert en begint met het nummer te zingen. Nou, bij deze dan. Ja. Ik had een leraar, meester Jansen, bij ons op de basisschool. Hij was cool, wist veel verhalen, hij was stiekem mijn idool. Hij leerde ons het alfabet en ik deed mijn best en schreef heel net de mooiste letters die hij ooit zou zien. Ik hoopte dat hij zeggen zou, goed zo Luc, een 10. Maar hing mijn schrijfwerk op het bord waar iedereen het zag. Hij riep, dat's niet hoe jongens schrijven, die sierlijke letters, dat's voor wijven. Het pesten en het slaan begon die dag, ik wou zo graag onzichtbaar zijn. Onzichtbaar zijn, zodat ik niet word gepest. Dus duik weg en blijf stil, want je kunt het allerbest onzichtbaar zijn. Onzichtbaar zijn. Onzichtbaar zijn.
Jaren later in de brugklas had ik een vriend, hij heette Jack. We bouwden hutten, dronken biertjes en ik dacht, dit is te gek. Een nieuwe start, ik zal voortaan weer met plezier naar school toe gaan. Maar toen ineens had Jack genoeg van mij. Hij liep met stoere jongens mee en duwde me opzij. Jack lachte me uit en zei, ik ben geen vriend van jou. Ze noemde me loser, klootzak, rukker. Ze pakte mijn tas en ze trok hem stuk. Ik voelde dat het nooit meer stoppen zou. Ik wou zo graag onzichtbaar zijn. Onzichtbaar zijn, zodat ik niet werd gepest. Dus duik weg en blijf stil, want je kunt het allerbest onzichtbaar zijn. Onzichtbaar zijn. Maar toen, Marius, keerde jij je ook tegen mij. En plotseling was ik bang voor jou. Als iedereen het weten zou, dan was mijn leven echt voorbij. Dus ik zorg dat ik onzichtbaar blijf. Onzichtbaar blijf, zodat ik niet word gepest. Dus duik weg en blijf stil, want je kunt het allerbest onzichtbaar zijn. Onzichtbaar zijn. En zoals jullie zien sta ik nu voor een lege zaal, de speeldoos in Vught. En ik ga nu een nummer uit Brugklas zingen. Dat nummer wordt gezongen door Bram. Bram is een jongen die vroeger in een meisjeslichaam geboren is. Hij komt nieuw op school en ontmoet zijn oude vriendin Emma. Emma kent hem nog als meisje, dus Emma schrikt daar een beetje van. Bram wil heel graag de confrontatie met haar aangaan, alleen Emma ontwijkt dat een beetje. En Bram komt erachter dat zij tegen andere mensen heeft verteld dat hij vroeger in een meisjeslichaam geboren is. Bram confronteert Emma daar weer mee. En Emma geeft toe dat ze dat misschien beter anders had kunnen doen. Nu wil Emma Bram heel graag helpen om het aan de hele school te vertellen en de eer aan zichzelf te houden. Zo zegt ze, je kan het nu gaan oefenen in de spiegel of voor de spiegel in de wc. Zoals je vroeger altijd deed. Dus Bram loopt dan naar de wc toe en staat voor de spiegel en begint dit nummer te zingen. Er zweeft door de ruimte een roze planeet. Met bossen en zeeën, niet te koud en niet te heet. Daar leven wezens, vredig en stil. Daar kun je zijn, wie je zijn wil. Wat een planeet. Ik zweef door de ruimte naar die verre planeet. Misschien dat ze daar mij begrijpen, wie weet. Want jongen of meisje maakt daar geen verschil. Daar kun je zijn wie je zijn wil. Wat een planeet. En iedereen mag zich daar uiten. En niemand die vindt jou daar raar. En wie ik ben van binnen en van buiten past eindelijk bij elkaar. Ik reis terug door de ruimte naar mijn eigen planeet. Ik voel me nu anders, ik voel me compleet. Ik zie de aarde door een roze bril. Nu ik kan zijn wie ik zijn wil.
wat een planeet. En wie me nog buiten wil sluiten, die krijgt dat nooit voor elkaar. Ik ben wie ik ben, ben niet te stuiten. Hey wereld, kom op, ik ben klaar. Eindelijk neem ik de ruimte, wervelend als een komeet. Misschien dat we samen een plek kunnen maken waar je al je verschillen vergeet. En dan zeggen we samen, wat een planeet. Wat een planeet. Wat een planeet.